Hi, welkom op mijn channel of welkom terug. Als je mij nog niet kent, ik ben Paula, ook wel bekend als Coco, Faces by Coco. En ik heb vandaag een nieuwe tutorial voor jullie. Ik ben lang weg geweest, maar ik ben er weer. En vandaag, zoals jullie kunnen zien in de titel, gaan we het hebben over een back to school, school beat, school make-up. Iets wat makkelijk is en snel te doen. Deze routine kan ik binnen een half uurtje gedaan hebben. De routine is heel kort. Maar de video is natuurlijk wel iets langer, omdat ik, ja, jullie kennen mij. Ik kan niet gewoon zeggen, yo, doe dit op en klaar. Ik hou ervan om uit te leggen wat ik doe en hoe ik het doe, zodat jullie het net zo goed snappen. Dus hier is de video en ik hoop dat jullie ervan genieten. Oké, daar ben ik dan, zonder make-up. Allereerst begin ik altijd met huidverzorging. Huidverzorging is super belangrijk. Ik zal binnenkort een video maken over mijn dagroutine en mijn avondroutine. Avondroutine staat er al op, maar die is al een klein beetje veranderd. Dus ik zal hem gewoon opnieuw filmen voor jullie en aanpassen. Maar het allereerste wat ik doe is het aanbrengen van een toner. Dit is de toner van Mario Badescu en het heet de Cucumber Cleansing Lotion. En deze helpt dus ook met mijn huidtype, met mijn vette huid, met het reinigen van de huid. Het zorgt er ook voor dat alle producten die erna komen beter worden opgenomen in je huid. Dat is basically wat een toner is. Ga ik nog uitleggen in mijn video, maar dit is dus wat ik gebruik. Dit laat ik even goed opdrogen en dan pas ga ik mijn dagcrème gebruiken. Als ik de toner even goed heb laten drogen op mijn gezicht, gebruik ik, zoals jullie weten, altijd standaard de Kruidvat Hydro Dagcrème. Ik heb zelf een vette huid, dus ik gebruik de versie voor de normale en gemengde huid. Ik heb heel vaak de vraag gekregen, is die er ook voor droge huid? Ja, dan moet je even kijken naar de roze sticker waar droge huid op staat. Dit breng ik ook aan en dan wacht ik 5 minuten voordat ik echt begin met de make-up, tot het goed intrekt en begin met mijn make-up routine. Dan begin ik met mijn primer party. Ik noem het de primer party. Omdat ik heel veel primers gebruik. Heel veel mensen hebben je ook aan mij gevraagd van, maar als je zoveel primers gebruikt, is dat dan wel goed als je allemaal op elkaar stapelt? Ik stapel geen primers. Ik plaats iedere primer op een andere plek van het gezicht voor een ander doel. En zo is er eigenlijk één laag op mijn gezicht, maar met verschillende primers. Na mijn dagcrème breng ik altijd de Bykelsa 24 Gold Facial Elixir aan. Dit werkt als huidverzorging, maar ook als een primer voor mijn hele gezicht. Dat is de enige die eronder ligt, maar dat trekt zo goed in je huid. Jongens, geloof me, je voelt het echt niet. Dan laat ik die weer goed opdrogen en dan ga ik verder met de rest. Ik weet het, bij mij is huidverzorging en primers duurt allemaal even, maar de basis is het allerbelangrijkste. Heel veel mensen vragen vaak van hoe krijg je foundation zo glad, zo goed op je huid. Basis is alles. Het is goed ingetrokken. Ik ga nu verder met de rest van de primers. Ik ga van buiten naar binnen toe werken, als het een beetje logisch klinkt. Ik begin met de NYX Angel Veil primer. En deze is oil free en helpt gewoon met het maken van een hele mooie gladde basis op je huid. En hij helpt ook wel met de vette huid. Niet heel veel, maar wel een klein beetje. Hij wordt wel een klein beetje wit. Dus als je een donkere huid hebt, kan het zijn dat het een klein beetje grijzig uit gaat zien. Maar dat is eigenlijk geen probleem meer wanneer je foundation erop zit. Vervolgens ga ik deze grote poriën aanpakken. Dat doe ik met de Porefessional van Benefit. Een van mijn favoriete producten. En dat is echt zo'n product, je houdt ervan of je houdt er niet van. En als allerlaatste breng ik de L'Oreal Infallible Mattifying Primer. Dit is een van mijn holy grail producten. Ik ben momenteel een andere primer aan het uitproberen. En ik denk dat ik de andere iets beter vind. Maar ik wil hem eerst uittesten natuurlijk voordat ik het aan jullie laat zien. Dat komt nog in de video, maak je geen zorgen. Maar voor nu gebruik ik dus mijn favoriete primer, L'Oreal Infallible Mattifying Base. En dat doe ik op mijn T-zone. Als ik deze primers heb aangebracht, ga ik weer even wachten tot ze zijn opgedroogd. En dan kan ik de foundation aanbrengen. Als je niet wacht, kan het zijn dat je foundation niet mooi in graden opgaat. Dus geloof me, wacht even voordat je begint met foundation opbrengen. Ik heb een trucje voor de dames met de vette huid. Als ik foundation op ga doen en mijn primers zijn gedroogd, wat ik daarvoor doe is nog setting spray. Heel veel mensen denken dat het alleen maar is voor daarna. Het kan, maar ik doe het dus voordat ik mijn foundation op ga doen. Waarom? Je creëert een laag over de primers heen, waardoor de vet eigenlijk moeilijker doorheen komt en je make-up lang en mooi blijft. Ik heb een tijd, ik probeer het al zeker 2-3 maanden uit en je huid raakt niet verstopt, je poriën raken niet verstopt en het is niet, tenminste wat ik heb ervaren, niet gevaarlijk voor je huid. Dus ik blijf het gewoon lekker doen en het helpt ook zeker met mijn vette huid. Ik gebruik dan de Urban Decay D-Slick setting spray. Zo, het kwam even lekker uit. Setting spray. Terwijl dit droogt, leg ik jullie even uit hoe het zit met mijn foundation. Als ik op school zit, wil ik natuurlijk wel dat mijn huid er goed op uitziet natuurlijk. Maar ik vind het ook weer zonde om
voor school dure foundations te gebruiken, zoals mijn go-to foundation, de Double Wear van Estee Lauder, is een beetje duur daarvoor. Vind ik gewoon jammer om dan gewoon voor een paar uurtjes les op mijn gezicht te doen. Ik heb een ander fijn alternatief. Lang niet zo mat, lang niet zo lang houden, maar mijn hele fijne foundation. Stay matte but not flat, liquid foundation. En wat ik doe zelf bruinen. Zoals jullie zien is mijn gezicht een klein beetje lichter dan mijn nek. Dus ik ben nu, hij gaat er nou een klein beetje af. Dus ik heb twee kleuren. Ik heb de kleur medium beige en ik heb de kleur nude. Als ik echt op mijn donkers ben, kan ik medium beige opdoen. En als ik op mijn lichts ben, draag ik nude. Ik zit er nu tussenin, dus ik ga een klein beetje mixen. En dan doe ik het gewoon op met een beauty blender. Dan ga ik door met concealer. Normaal gesproken, als ik nog oogschaduw ga doen, tenminste veel oogschaduw, doe ik dat als eerst en mijn wenkbrauwen. Ik doe nou eerst de concealer en ik ga jullie uitleggen waarom. Ik gebruik de Shape Tape Concealer van Tarte. Het is een hele fijne foundation, echt waar, als je hem kan krijgen. Het is echt de moeite waard. De invoerkosten, wat voor kosten er ook bij komen, het is zo'n goede foundation. Alle hype die je hebt gehoord over deze concealer is waar. Hier gebruik ik ook weer twee kleuren van als ik ze mix in verband met mijn zelfbruinen. Ik gebruik de kleuren Tan Sand en Light Sand en deze mix ik met elkaar. Concealer zit erop, maar sommige dagen ben je nog een klein beetje moe. Je ziet de vermoeidheid nog een klein beetje en je wil dat ik hem een beetje opfrissen. Wat ik dan gebruik is een MAC Prep & Prime Light Boost Highlighter. En dat doe ik een klein beetje onder mijn ogen. Deze is heel geel. Ik weet dat mensen die gebruiken als concealer alleen. Ik vind het iets te geel daarvoor. Ik gebruik hem meer als een booster, zoals hier staat, onder mijn ogen. Dat is een trucje van mij. Ik weet niet of ik het op YouTube heb laten zien. Maar als je last van randjes onder je ogen hebt, begin dan niet gelijk na het aanbrengen van je concealer gelijk met beker. Wat ik doe, is het juiste in laten gaan. Juist in de lijntjes laten gaan. En dan ga ik het straks oplossen. Ik laat het jullie zo zien. Maar voor nu ga ik even verder met mijn wenkbrauwen. Dit product is net pas uit. En ik heb het eerder mogen ontvangen. Als je mij volgt op Snapchat, heb je het sowieso wel gezien. Ik vind het een mega fijn product. Het is namelijk de Foolproof Brow Powder van Benefit. Het is een nieuwe wenkbrauwpoeder van ze. Ik ben niet gek op poeders. Ik ben echt geen poederfan. Maar deze is zo enorm fijn. Hij komt heel smooth op je wenkbrauw. Hij geeft je de dekking. Hij geeft je de pigmentatie. Maar het is niet overdreven. Dus een dag dat ik een beetje rustigere look wil, ga ik niet voor mijn Anastasia. Maar dan ga ik altijd voor deze poeder. Ik ben er echt helemaal verliefd op. En dat zegt echt wel wat. Want nogmaals, ik hou echt niet van wenkbrauwpoeders. Ik gebruik de kleur nummer 3. En er zit een kwastje in. Kan je gebruiken. Maar ik persoonlijk vind het fijner om mijn Anastasia Beverly Hills kwast te gebruiken in de nummer 7. Dan breng ik concealer aan onder mijn wenkbrauw om alles netjes te maken. En dat doe ik met dezelfde concealers als net. En dan gebruik ik deze Hema kwast, de concealer brush van de Hema. Beste concealer kwast ooit. Terwijl ik de concealer uitblend onder mijn ogen, breng ik het ook gelijk aan op mijn oogleden. Oké, mijn wenkbrauwen, ogen, concealer, alles is gedaan. Ik heb de concealer nog steeds niet gebaked. Ik ga jullie nu laten zien waarom. Onnodige concealer die erop zat, is in de lijntjes gaan zitten. Dat gaan we nu weghalen en baken, zodat het later niet in de lijntjes gaat zitten. Ik neem mijn beauty blender, ik kijk naar boven en ik duw gewoon langzaam alle lijntjes eruit. En ik probeer naar boven te blijven kijken en dan ga ik gelijk baken. De poeder die ik nu heb gebruikt om te baken is geen Laura Mercier. Misschien hebben jullie het gemerkt. Hij is iets geler dan Laura Mercier. Het is een andere poeder. Ik ben er helemaal verliefd op. Het is de Beauty Bakery Flower Setting Powder in de kleur Yellow. Dit laat ik even zitten. En ondertussen dat ik aan het baken ben, gaan we de rest van het gezicht doen. Gaan we het afmaken en gaan we verder met contouren en highlighten en alle poespas erop en na. Het eerste product dat ik ga gebruiken om te contouren is de Dark Deepest Poeder van MAC. Hiermee ga ik het gezicht opwarmen en een beetje de basis creëren voor de contour. Dan nemen we een andere favoriet en dat is de Hoola Bronzer van Benefit. Met de kleine ronder kwastje gaan we dus een schaduw creëren op deze plek. Dan gaan we verder met de highlight en daarvoor gebruik ik de Kiko 208 oogschaduw. Ik kan hem niet open doen. Hij is helemaal gebroken. Maar ik denk dat de meeste mensen wel weten hoe hij eruit ziet. Het is een hele mooie gouden oogschaduw eigenlijk. Het is trouwens geen highlight, het is een oogschaduw officieel. Dan gaan we verder met de blush. En het is een subtiele look. We willen niet een hele overdreven blush. Het moet wel kleur in het gezicht brengen, maar niet overheersen. Dus dan kies ik voor de Modern Mandarin Powder Blush van MAC. Het beker mag eraf, dus dat gaan we even doen. Je kunt hier stoppen, maar ik vind het nog iets te leeg. Dus ik ga een heel klein beetje oogschaduw doen. En dat doe ik met de Modern Renaissance Palette van Anastasia Beverly Hills. De kleur Raw Sienna. Het is echt heel subtiel. Ik weet niet eens zeker of je het ziet op camera. Maar in het echt zie je het wel een heel klein beetje en daar gaat het om. Voordat ik mascara doe, doe ik nog de laatste sprays. Ik doe nog een klein beetje Fix Plus om alles mooi bij elkaar te laten blenden. En dan doe ik de Urban Decay D-Slick
om ja, alles te zetten. Dan komen we bij de laatste stap, jongens. En dat is mascara. Op school draag ik liever geen nepwimpers. Het klinkt heel gek, maar ik wil mijn nepwimpers niet verspillen aan school. Simpel. Dus ik gebruik een mascara. En ik ben echt zo verliefd op deze mascara, jongens. Het is echt een van mijn favorieten. Het is de Paradise Ecstatic mascara van L'Oreal. Maar mijn camera gaf het op, maar ik was aan het uitleggen dat we nog één laatste stap hadden. Dat is dus de MAC Lip Gloss in de kleur Nymph Vet. Hij is zo mooi. Hij is een klein beetje roze en weerspiegelt goud. Dat is echt een van mijn favoriete glosses. Oké, jongens, ik heb mijn haar gedaan en dit is eigenlijk de look. Mijn basic to go to school look. Ik weet dat het misschien heel overdreven kan zijn voor sommige mensen. Andere mensen denken, oh yes, dit is mijn... Dit kan een hele handige versie zijn van mijn face beat. Bij mij is het toch wel een beetje alles of niks. Dit is mijn middenweg tussen een niks en een beat face. Maar goed, ik hoop dat jullie er iets aan hebben gehad. Ik weet dat ik heel veel nieuwe producten heb vernoemd. Ik wil weer een nieuwe favoriete video gaan maken. Maar een van mijn laatste video's was een favoriete video. Dus ik weet niet of het dan te veel favoriete producten wordt. Maar ik heb zoveel nieuwe dingen geprobeerd. En ik wil dit allemaal met jullie delen. Dus laat me gewoon weten in de comments wat jullie allemaal willen zien. En nog één ding. Je hoeft niet met make-up naar school. Ik moet eerlijk zeggen. Mijn schooljaar is gisteren begonnen. Gisteren had ik mijn eerste les. Betekent niet dat ik iedere dag mijn hele face ga beaten op deze manier. Maar weet dat het niet hoeft. Maar mocht je denken van nou, ik vind het toch comfortabeler om iets op mijn gezicht te hebben als ik naar school ga. Hoop ik dat je iets aan deze video hebt gehad. En ik ben super enthousiast om weer te gaan beginnen met YouTube. Ik had vanmorgen ook echt zin om te filmen. Super leuk. Jullie hebben me echt motivatie gegeven via Snapchat. Al jullie lieve woorden en al die vragen van wanneer kom je terug op YouTube. Ik heb genoeg geluld. Ik hoop dat jullie iets hebben gehad aan de video. Vergeet niet om je te abonneren en een duimpje omhoog achter te laten. Ik heb er echt heel veel aan. Op het moment dat ik veel duimpjes omhoog zie, weet ik dat jullie dit soort video's heel leuk vinden om te zien. En ik weet ook direct wat ik moet gaan maken voor jullie. En ik zie jullie de volgende keer. Dankjewel voor het kijken. Doei doei!